Dus ik liep wat verder en zag Enzo in bikini. En zomaar stapt hij in de dikste Lamborghini. Holy shit, dat was hem. Fucking dope. Is het dope? Echt fucking dope. Hallo dames en heren, super tof dat jullie hebben gekeken naar... Huh? Wat? Wat zei je? Wat is dit voor geks? Het is ochtend, ga je nu afsluiten? Ja, bedankt voor het kijken. Ik ben gewoon helemaal in de war. Ik denk dat het te maken heeft met het verhuizen. We hebben echt alweer een hele lading van de oude woning naar de nieuwe woning hier gebracht. En dames en heren, dit is het moment en dat wilde ik heel erg graag vastleggen. Dat ik voor het eerst een video ga uploaden in deze nieuwe woning. Ah, tering. Ah, man. Oké, ik moet nog even wennen aan deze tafel. Oh. Deze tafel heeft namelijk deze stangen. Eentje rechts, eentje links. Ja, en met deze stang heb ik dus af en toe te maken met mijn knie. En dan is je broek ook nog eens kapot. Ja, dan komt het gewoon op je blote knie. Dat doet een beetje ouw. Dee? Ja? Kusje. Niet een knietje geven. Nee. Ja, nu is alles weer goed. Ja. Spannend, hoe lang gaat het duren? En ik zal dan wel even het formaat laten weten aan jullie. Hij is 1,8 gigabyte groot. En hij doet er... Volgens mij was hij nog gewend aan het oude internet, want hij zat eerst op 135 minuten. Dacht ik, hé? En nu zit hij op 14 minuten, 13 minuten. High five, 12 minuten. Hij gaat alleen maar naar beneden. 11 minuten! Yeah, dit is zo nice. 10 minuten! Bestek is natuurlijk heel erg belangrijk om te hebben. En dat is iets wat we niet helemaal compleet hebben. Dat is een beetje het probleem. Ik heb het gevoel namelijk dat Dee ook zo onhandig is dat ze dan iets weggooit en dan per ongeluk het voor de mee weggooit. Nee, helemaal niet. Jij bent zo. Ik heb dan een paar keer bij jou betrapt. Ja, klopt. Ik heb al een paar keer per ongeluk iets weggegooid. Dus we hebben nieuw bestek nodig. We missen gewoon heel erg veel. Stel voor als we ooit visite krijgen, er komen mensen eten. Dan kunnen wij niet iedereen voorzien van bestek. Dat is best wel sneu. Ik denk niet meer dat ik naar jou toe ga voor het paasontbijt. Ga gewoon hier zitten. Ja. Ik vind het wel prima zo. Het is gewoon ideaal. Alles staat al klaar. Eet smakelijk, Deetje. Gelukkig neemt Dee deze taak op zich. Dan ben ik gewoon mee voor de lol, denk ik. Dit had ik echt nooit verwacht. Je hebt daar vanaf het begin helemaal zo tot daar keuze uit bestek. Bestek. Fucking bestek. Huh? Zoveel? Wat? Dit is echt zo leuk. Dede kiest iets uit en die zegt ik heb hier 12 van nodig. Wil jij dat pakken? Oké. 1, 2, 3. En ze zei zorg er wel voor dat ze allemaal hetzelfde patroon hebben. Leuk. Yeah, bestek. Zorg je wel dat ze allemaal hetzelfde patroon hebben, schat? Zeker. Goed opletten en goed tellen. Ja. Goed zo. Bestek kopen is leuk, hè? Ja. Ik ben gek op bestek. Heb jij vaak grote trek? Grote trek, zeker weten. En wil je dan echt van die grote happen nemen? Hele grote. Oh. Dan is deze vork iets voor jou. Wow, dit ding is huge. Kijk, hier heb je dus de keuze uit. Dit is waarschijnlijk de grootste... Dit is net een hooivork, man. Ik werk toch niet op het platteland, of wel dan? Jongen, jongen. Maar dit is waarschijnlijk de grootste vork. En dan heb je echt nog 10 verschillende andere vorken tot zo klein. Dat is echt niet normaal, gewoon hoeveel keuze. Wow, check deze lepel. Wat is een taartschep? Wow, dit is wel een lepel, D. Soeplepel. Dit is... Oh, soeplepel? Zie je? Ik snap er allemaal niks van. Wat de heck is dat? Volgens mij is het om vlees plat te slaan. Oh echt? Geef je hand. Het is vet pijn. Wow, het zit allemaal in de stekels. Het is een marteling, man. Het doet vet pijn. Hou op. Ah! Oh. Ja. Dat deed wel pijn, ja. Ik geef je in één keer heel erg veel rood gelijk. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Niet geloven. Koffie, 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 koffie. Wordt steeds minder leuk. Ze hebben geen latte macchiato. Dee is gek op mannen, maar ook op pannen. Woehoe. Nou, welke pan wil je, schat? Kijk, dit is ook keramisch coating, dus ik denk dat dat kan. Ik doe een gok. Jij wil vast deze wok. Ik ben blij. We zijn geslaagd. En hoe? We hebben gewoon meteen de hele keuken voorzien van allemaal equipment.
Dit zijn alle medewerkers gedurende 25 jaar bij dit bedrijf. Wow, dit heb ik nog nooit gezien, zoiets. Maar zijn het alle levende medewerkers of dode medewerkers? Ik heb geen idee. Oh mijn god, check deze lift. Ik heb altijd al eens in zo'n stoel willen zitten. Ik kan echt niet meer zo, kom. Dit ding doet het alleen als je volgens mij zo'n pasje hebt. Denk ik hoor. Even kijken of dit wat doet. Oh. Oeps, ik heb alle lichten aan en uit gedaan. Nou ja, misschien een andere keer dan maar. Mijn tijd komt vanzelf wel. We gaan zeker weten de goede kant op met de verhuizing. En wat heel erg belangrijk is, om even deze vitaminepilletjes weer neer te zetten. Dan vergeet ik ze niet te nemen elke dag. En voor Deetje de verwarming, die krijgt het altijd koud in de avond. Dan doet ze heel vaak dit verwarmbekje aan. En zo zijn we beetje bij beetje aan het uitpakken. En dan komen we vanzelf wel een beetje achter van, hey, wat hebben we nog precies nodig? Hier een kastje, daar een kastje. Ja, het is echt lastig, want we hebben echt super weinig kasten. Want in het vorige huis waren alle kasten ingebouwd. Dus die kan je niet meenemen. Dus nu moeten we een beetje creatief zijn met alles. Nu komt het zware werk, want de tafel in mijn knolhol, in mijn oude knolhol, die moet eruit. Want dat wordt de eettafel in de nieuwe woning hier. Zwaar? Dit ding is een beetje zwaar. Maar wat veel zwaarder is, is het blad waar dit op heeft gestaan. Dit zijn dus de prachtige X-poten van de hele lange tafel wat ooit mijn bureau was. Gisteren nog. Ja, gisteren. Nu wordt het de eettafel. Je ziet het al uitsteken hierboven. Hij staat. Enzo, waar ben je nou? Enzo is weg. Enzo, nee. Hey, Enzo. Op naar de auto. De knolhol. De oude knolhol. Het is nu echt verleden tijd, dames en heren. Moet je eens kijken, alles is eruit. Het is gewoon helemaal leeg. Alleen de muur, die trouwens echt fucking vet is, die is er nog. Maar de rest is allemaal weg. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik die muur samen met Davy ooit een keer hierop heb geplakt. Maar deze muur, die moet helemaal leeg gemaakt worden. Dus ik ga dit pakken en eraf trekken. En ik moet ervoor zorgen dat dit allemaal van de muur afgaat. En dat wordt nog wel een klus, want dit is erop gekit. Dus dan moet ik er allemaal afpoetsen. Deetje is even beneden bezig, ik hierboven. Deetje heeft even wat gereedschap nodig, dus daarom kwam ze even langs. Hallo, leuk om je ook nog eens te zien. En check dit. Je komt natuurlijk altijd bij het opruimen of leeghalen van je huis hele toffe dingen tegen. En dit is altijd goed. Wat ligt daar? Money! Hey, 2 euro! Oh, 2,20! Wow, nog meer dan wat verwacht. Wow. De auto zit echt weer prop en propje vol. Zo, halen we deze toffe Knol Power Award eruit. En die kan niet op die box, want daar staat het paard. Waar zou ik hem eens neerzetten? Hier, aan de zijkant. Kijk eens aan, een beetje Knol Power met me. Wie had dit ooit verwacht? Dat Enzo zo handig zou zijn dat hij dit allemaal kan. I got this. Auw. Ziet er goed uit, hè? Ja. We hebben het gewoon boven gekregen. Het was echt een werk, dat is niet normaal. Pijn aan mijn rug, pijn aan mijn voeten. Maar we zijn nog niet klaar. Want deze poten moeten nu nog even op dit blad komen. Gaan we hem omdraaien. En dan begint het ergens op te lijken. Ja. Kussens neergelegd, zodat de poten de vloer niet kunnen beschadigen. En dan nu proberen om deze tafel als een baas overeind te krijgen. We gaan het zien. Boeien.
D had een briljant idee en dat gaat ze ook zelf uitvoeren, toch? Mm-hmm. Ja, ze is heel erg creatief geweest en ze heeft iets bedacht met deze tie-rippies en het gordijn. Jullie zullen het vandaag of morgen in ieder geval binnenkort zien. Je maakt het helemaal kapot. Pas nou op, straks maar sloopjes. Wow, ofzo. Ook aan de zijkant. We hebben allemaal cadeautjes gekregen van Baller. Yeah. Wat een bazen. Super vet. We gaan even alles zo hier uitgebreid op tafel leggen. Ik denk dat dat wel een goeie is. Hier ben ik echt super blij mee. Je hebt hier een zwembroek, een bodywarmer, een vestje voor D, nog een vest voor D, nog een vest voor D. Hier een vest voor mij, een t-shirt voor mij, een t-shirt en een tof portemonneetje. En hier een hele mooie tas voor D en hier een hele mooie tas voor mij. Ik ben helemaal happy. Ik ook. Echt super tof. Shoutout naar Baller voor het opsturen van deze producten. En we kunnen wel weer de dag mee door. Ja. Dit is een goede beloning voor ons harde werk vandaag. Ah. Oh shit. Oh shit. Ah. Dit is de eerste keer dat D kookt op dit gedeelte. En heeft het gewerkt? De pollepel op de pan? Nou, de pan ging een beetje hard. Kijk, weet je wat het is? Ik ben natuurlijk gewoon gas gewend met zo'n vlam. En dan kan je zo zien hoe groot de vlam is. Maar nu heb ik allemaal cijfertjes. En dat is best ingewikkeld. Ja, dit is even wennen hoe dit systeem allemaal werkt natuurlijk. Maar het kookt wel echt veel sneller dan gas. Normaal hè, moest ik eerst het water in de theepotkankoker. Hoe noem je dat? Waterkoker. Waterkoker. En dan deed ik het eerst daarin en dan daarna gooi ik het over in de pan, zodat het water dan wat sneller ging koken. Want het duurde zo lang. En nu is het gewoon binnen 3 minuten hè, en dan water kookt. Dat is echt super fijn. Hoppakee, ik heb echt zin om te eten. Dat is echt niet normaal. Oh, lekker, lekker. Je hebt het zo mooi gemaakt. Mm. Dit ziet er zo fancy uit. Met z'n tweetjes lekker eten. Mm. Eet smakelijk, schatje. Ja, ik kom net onder de douche vandaan. Mm. Even een eerste reactie. Niet alleen rijst. Oh, wacht even. Jezus, je maakt dat van die grote happen. Had je nu maar die vork, hè? Voet is heel goed. Heel erg goed. Ja, echt heel, heel, heel erg goed. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Nu sta ik opeens in een lift die niet beplakt is en heeft gewoon een spiegel waar je in kan kijken. En wat heb ik bij me? Oh, heerlijk eten voor Milan. Milan die was ziek, is nog een klein beetje... Oh, wie is daar? Hé, hey, Pip. Wat doe je gek? Je rent allemaal rondjes om me heen, ik heb geen flauw idee. Wat doe je? Moet ik in die cirkel blijven? Oh. Hallo! De lift is weer dichtgevallen. Kom Pip! Pip, wat doe je gek? Wat doe je gek, Pip? Ga zit! Pip, ga zit! Pip, ga zit! Oh, nee, 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 Pip ruikt eten. Nee, 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 nee. Kom, we gaan naar binnen. Yo, 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 yo. Kijk, daar is Milan. Hello. Ik heb eten voor je meegenomen, hè? Thanks, man. Hoe is het? Gaat wel. Voel je al ietsjes beter? Ja, ik heb in ieder geval geen koorts. Dus oh, dat scheelt heel veel. Ja, ik heb ook geen keelpijn meer. Maar ik heb nog wel last van hoesten en een beetje oorpijn en hoofdpijn. Maar gaat er wel. Straks even als sprintje voordat we weggaan en dan... Nee, ik doe niet aan het springen. Nee? Nee, maar echt van mannen doen het. Nee, ik doe dat gewoon niet. Ik hou niet van aspirine en dat soort rommel. Ik doe dat alleen als ik je echt, echt kak voel. Juist. Echt, echt. Want weet je wat het is? Anders dan werkt het niet meer goed. Klopt. Ik neem nooit een aspirine. We zitten op één lijn. Als ik koorts heb, dan neem ik een aspirine. Juist. En dan wil je er vanaf. Klopt. Maar ik ga hem even scheren. En mijn manager zit in de woonkamer op je te wachten. Oh. Voor een cappuccino als u wil. Oh, nice. Hey, Dylan. Wow, jeetje. Ik schop bijna elke keer tegen die hond aan. Maar het is per ongeluk. Hoe is het? Jij kan even geen hand geven, want ik heb mijn handen vol. Maar... Zie je het, ja. Ja, gaat goed, man. Ja, lekker, man. Mooi. Pip, wat doe je gek? Ben je helemaal gek, joh. Oh, wat is er speels. Oh. Het is gewoon een cheater, dit. Ik geloof het. Ik dacht een pitstop, maar cheater jij, hè?
ik kan jou echt niet inschatten. Ik heb geen idee. Je bent de ene keer druk, dan ga je opeens zitten en... Ik snap het niet. Kijk nou hoe ze geniet. Papa Enzo, wat doe je nou gek? Oh, nu doe je helemaal gek als ik mijn hand weg doe. Pak een balletje. Oh, dat balletje uit zijn mond? Ja. Kom eens hier. En dan moet je zeggen zit en dan kan ze blijven en dan gooi je het balletje en daarna zeg je pak hem en dan gaat ze achter het balletje. Echt? Ga zit. 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 Oh, ze zit goed zo. Blijf. Blijf, Pip. Blijf. Pak hem. Pak hem, pak hem, Pip, pak hem. Ze zag het balletje niet, ze wilde het balletje wel laten zien. Oh, ik dacht dat ze het balletje wel zag. Zit. Kijk, nu is ze gefocust. Okay. Zit, blijf. Blijf. Pak. Wow, nice. Je kan wel, ja. Je moet focussen op het balletje. Ze focust op jou. Je werkt wel, ja. Pip is stout geweest. Pip, jij bent heel stout. Ja, dat zag er zo droog uit. Milan gaat mij iets... Was dat een scheet of zat hij te snurken? Snurken. Snurken, hè? Ja. Hoorde ik in één scheet, keer. Scheet, dat is echt wel bij haar. Ja, echt. Dat zijn gewoon mensen scheet. Wow. Oh mijn god, dit meen je niet! Ja. Heb je dat gemaakt? Ja. Holy shit, Milan die heeft een hele lange tijd geleden een Enzo Knol raptitel video gemaakt. En ik zie nu heel erg snel, of tenminste zag ik net voorbij komen, deel 2. En ik ga mezelf filmen en als Milan mij een stukje video gunt, dan prop ik hem in de vlog en dan geef ik mijn live reactie. Ja, ik heb weer heel erg mijn best gedaan, dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ook, heel erg benieuwd. Ah, oh, gadverdamme. Was dat Pip? Ja, dat was Pip. Ja. Oh, Pip en zo heet hij. Pip! Wat een... Ah, oh, poepert. Ik ga even hier zitten. Veel luisterplezier. Dames, Milan Knol. Deze is voor jou, broertje. Omdat je 1 miljoen abonnees hebt gehad. En omdat je gewoon een motherfucking baas bent, bro. Wat een motherfucking baas. YouTube.nl/EnzoKnol zit je elke dag vol met pranks en lol. Het zijn de titels die je video's maken. Het zijn de video's die titels maken. Ja man, je stem is zo episch. Je kan echt gewoon rappen en zingen, what the fuck. Ja, je kan het echt man. Holy shit. En ik ben zo blij dat hij mijn broer is. Dus ik liep wat verder en zag Enzo in bikini. En zomaar stapt hij in de dikste Lamborghini. Holy shit, dat was hem. Fucking dope. Is hij dope? Echt fucking dope. Hij staat online, dames en heren. Sowieso moeten jullie hem checken. Echt waar, alsjeblieft check hem. Link staat in de beschrijving. Dit is fucking vet. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog voor mijn bro. En dan zie ik jullie zo. We gaan lekker op verjaardag. Ja. Op verjaardag van niemand minder dan... Donnarino. Ik ben een meeuw. Ja, maar wacht. Jij hebt alleen een cadeau. Yes. Alleen ik heb geen cadeau. Want de winkel was dicht. Ja. Stond voor een dichte deur. Hey, gefeliciteerd met je nieuwe woning. Dankjewel. En die moet je natuurlijk wel goed aankleden. Met een gamma kaart. Ja, een cadeaubon. Nou, ik zet hem hier. Oh nee, ik kan niet onder aankleden. Als je nog iets nieuws nodig hebt voor je woning, dan staat daar een beetje munnies op. Munnies. Er staat nergens op verder hoeveel, maar ja, dat kom je dan wel achter. Ja, kom ik echt aan, echt voor 200 euro aan spullen? Ja, sorry maar, het staat maar 50 euro. Kut, sorry. Nee, ietsjes meer. Maar... Ah, dankjewel man. Ik kom hier binnen bij Don en echt waar, ik vind het fucking vet. Dit is zijn studio nu, het wordt nog verder uitgebreid. Anyways, dit is nu de studio. En hier een mooi klein bureau. En 2 beeldschermen. Oh ja, die tafelpoot zoek doet het hem. Die tafelpoot. Oh! Ja, nee, het is echt nice. Even serieus. Ik ben weer thuisgekomen. De verjaardag van Don was helemaal gezellig. En ik ben blij dat ik Milan ook weer even heb gezien. En volgens mij komt hij er wel bovenop. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk check ik jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!